Elke maand gaan in Nederland 80 miljoen sigaren in rook op. Ze worden gemaakt in de 39 fabrieken die ons land rijk is en die nog eens zoveel exporteren. Sigaren maken is in al die fabrieken een geheel machinale bezigheid geworden, waarbij de mens alleen nog maar de belangrijkste componenten zoals omblad en dekblad gereed hoeft te leggen. In de machine wordt het vulsel, ook wel binnengoed genoemd, in het omblad en vervolgens in de vorm van de sigaar gerold. Er is nog één sigarenfabriek met een handwerkafdeling, waar sigarenmakers van de oude stempel de sigaren voor de verwende rokers nog geheel met de hand vervaardigen. Ze kosten dan ook zo'n 2 gulden per stuk. De fabriek staat in Kampen en zo'n 40 sigarenmakers zijn hier nog elke dag aan het werk. Zij weten uit een duur tabaksblad vele dekbladen te snijden en zijn daardoor in wezen veel zuiniger dan de machine, die het weliswaar veel vlugger doet, maar waar veel verlies optreedt. Eén zo'n machine heeft een productie van 5000 sigaren per dag, terwijl een gekwalificeerde sigarenmaker niet verder komt dan een dagproductie van 300 sigaren. Het sigarenmakersvak, dat tegen het einde van de vorige eeuw als thuiswerk in Nederland begon, zal het op den duur niet tegen de machine kunnen bolwerken. Maar in de fabriek in Kampen beschouwt men het handwerk als een prestigezaak en zal het zo lang mogelijk worden voortgezet. De in de laatste jaren gevoerde campagne tegen het sigarettenroken heeft geen merkbare invloed op het sigarenverbruik. De productie beweegt zich op een tamelijk constant niveau. Nederland is met 75 sigaren per hoofd van de bevolking per jaar tweede op de ranglijst van sigarenrokende landen achter Denemarken. Merkwaardig is dat de handwerksigaren ook consequent met de hand geëtiketteerd worden. De totale exportwaarde van de Nederlandse sigaren is zo'n 110 miljoen gulden. Met eenzelfde bedrag voor binnenlands verbruik zit daar een globale productie van ongeveer 2 miljard sigaren per jaar in.